In dit filmpje gaan we leren hoe we het functievoorschrift van een eerste graadsfunctie aflezen vanuit de grafiek van die eerste graadsfunctie. Het omgekeerde kennen we al. We weten al hoe we vanuit een gegeven functievoorschrift een grafiek kunnen maken. Hoe doen we dat? We illustreren dat nog eens eventjes aan de hand van het voorbeeld fx is gelijk aan 2 maal x. Als we van die functie een grafiek willen maken, moeten we eerst een waardentabel maken. Die waardentabel die staat hier. Zodanig dat we een aantal coördinaten van punten van de grafiek van de functie kunnen uitrekenen. De punten brengen we mooi over naar een assenstelsel. We verbinden de getekende punten en dan krijgen we de grafiek van onze functie. Nu, hoe zit het nu andersom? Stel dat we vertrekken van dezelfde grafiek als daarnet, dus de grafiek van fx is gelijk aan 2x, maar we doen eventjes alsof we het functievoorschrift nog niet kennen. Hoe kunnen we dan dat functievoorschrift afleiden vanuit de grafiek? Wel, we zien in onze grafiek een schuine rechte staan, dus we weten zeker dat het gaat over een eerste graadsfunctie. En een eerste graadsfunctie, dat weten we vanuit de definitie, heeft als functievoorschrift fx is gelijk aan mx plus q, waarbij m een van 0 verschillend reëel getal is en q is een willekeurig of kan een willekeurig reëel getal zijn. Dus als we erin slagen om de waarde van m te vinden en de waarde van q, de waarde van m en de waarde van q, dan kunnen we die waarden invullen in ons functievoorschrift fx is mx plus q. En dan is ons functievoorschrift eigenlijk gekend. Het makkelijkste is om op zoek te gaan naar q. En q, dat weten we ook al, heeft te maken met het snijpunt van onze rechte met de y-as. In dit geval vinden we in de oorsprong het snijpunt van onze rechte met de y-as. De coördinaten van de oorsprong zijn uiteraard 0, 0. En de y-coördinaat van dat punt, dat is onze q-waarde. Dus we kunnen alvast opschrijven, q is gelijk aan 0. Q, de q-waarde uit ons functievoorschrift van de eerste graadsfunctie, is altijd de y-coördinaat van het snijpunt van onze rechte met de y-as. Het is iets moeilijker om de waarde voor m te vinden. M is onze RICO, onze richtingscoëfficiënt. Dus wij weten al dat we in dit voorbeeld fx is 2 maal x moeten uitkomen. Dus onze m-waarde gaat 2 zijn. Hoe vinden we die 2 nu? Nu, wij gaan vertrekken van een willekeurig punt op onze grafiek, bijvoorbeeld hier. We gaan 1 eenheid naar rechts. En dan tellen we hoeveel eenheden dat we naar boven moeten gaan of naar onder om terug op onze rechte te belanden. In dit geval moeten we natuurlijk naar boven gaan. En dan tellen we het aantal eenheden dat we naar boven zijn gegaan. Dat zijn er 2. Dus wanneer we vanuit een willekeurig punt van onze rechte 1 eenheid naar rechts gaan, dan zien we dat we 2 eenheden naar boven moeten gaan om terug op die rechte te belanden. Is dat nu geldig voor andere punten ook? Oh ja, inderdaad, want als ik nu vanuit dit punt vertrek iets hoger, ik ga eentje naar rechts, dan moet ik inderdaad ook 2 eenheden naar boven gaan om opnieuw op die rechte te belanden. Dus mijn m-waarde is gelijk aan 2. Van zodra dat die 2 waarden, dus voor q en voor m, gekend zijn, kunnen we die invullen in ons algemeen functievoorschrift fx is mx plus q, zodanig dat we in dit geval het volgende functievoorschrift krijgen. Fx is gelijk aan 2 maal x plus 0, m maal x plus q, 2 maal x plus 0, dus 2 maal x. Fx is 2 maal x, is het functievoorschrift van deze functie. We gaan dat nog een klein beetje verder inoefenen aan de hand van een aantal extra voorbeelden. Bijvoorbeeld hier hebben we opnieuw te maken met een schuine rechte, dus het is opnieuw een eerste graadsfunctie. Dus opnieuw moeten we een functievoorschrift krijgen van de vorm fx is mx plus q.
Dus opnieuw moeten we op zoek gaan naar de waarde van m, onze recall, en de waarde van q. Die q heeft te maken met het snijpunt van onze rechte met de y-as. Dat is dit punt, met als coördinaten 0, 1. En de y-coördinaat van dat punt, dat is onze q-waarde. Dus q is in dit geval gelijk aan 1. Hoe zit het met de m-waarde? We weten dat we dan vanuit een willekeurig punt van onze rechte moeten vertrekken en één eenheid naar rechts gaan. Ja, ik zou het uit dit punt kunnen vertrekken, vanuit het snijpen met de y-as, dat mag. Of vanuit een willekeurig ander punt. Ik ga één eenheid naar rechts. En vanuit dat punt tel ik het aantal eenheden dat ik naar boven of naar onder moet gaan om terug op de rechte te belanden. En we zien dat we hier opnieuw, net zoals daarnet, twee eenheden naar boven moeten gaan. Dus bij een horizontale verplaatsing van één eenheid hoort een verticale verplaatsing van twee eenheden. Dus mijn m-waarde is hier ook, net zoals daarnet, gelijk aan 2. We kennen m, we kennen q, dus we kunnen die waarden invullen in de vorm fx is mx plus q, zodanig dat we het volgende functievoorschrift krijgen. Fx is gelijk aan 2x plus 1. Het volgende voorbeeld is een ander type rechte. Waar we er juist twee stijgende rechten hadden, hebben we nu te maken met een dalende rechte. Maar het is dus opnieuw een eerste graadsfunctie, want het is een schuine rechte. We gaan op zoek naar m en naar q. Q heeft te maken met ons snijpunt met de y-as. In dit geval heeft het snijpunt met de y-as als coördinaten 0, 3. Dus die 3, dat is onze q-waarde. Q is gelijk aan 3, kan ik alvast opschrijven. Voor de m-waarde hanteren we dezelfde techniek als daarnet. We vertrekken vanuit een willekeurig punt. Dat kan bijvoorbeeld dit punt zijn. We gaan één eenheid naar rechts. Maar nu, als we nu naar boven gaan, dan komen we de rechte niet meer tegen. Maar als we naar onder gaan, wel. Dus vanuit dit punt gaan we twee eenheden naar onder om terug op die rechte te belanden. Als ik naar onder ga, dan voeg ik daar een minteken aan toe. Dus min 2. Ik ga eentje naar rechts, één eenheid naar rechts, twee eenheden naar onder. Onze m-waarde is hier gelijk aan min 2. We hebben een negatieve m-waarde, een negatieve richtingscoëfficiënt. En we wisten dat dat altijd het geval is bij dalende rechten. We kennen de waarde voor m, we kennen de waarde voor q. Dus die vullen we in ons functievoorschrift fx is gelijk aan mx plus q. Dus dan krijgen we fx is gelijk aan min 2x plus 3. Min 2x plus 3. Nog een voorbeeldje. Opnieuw hebben we te maken met een eerste graadsfunctie, want het is een schuine rechte. We gaan op zoek naar m, we gaan op zoek naar q. Q heeft te maken met het snijpunt van onze rechte met de y-as. De coördinaten van het snijpunt met de y-as zijn in dit geval 0, min 2. Dus q is gelijk aan min 2. En om de m-waarde te vinden, dat is een klein beetje moeilijker dan daarnet, want wanneer we één eenheid naar rechts gaan vanuit een willekeurig punt, bijvoorbeeld vanuit dit punt, gaan we één eenheid naar rechts, dan is het moeilijk om af te lezen hoeveel eenheden dat we nu naar boven moeten gaan om terug op die rechte te belanden. Het lijkt op een halve eenheid. Het lijkt erop dat we, als we eentje naar rechts gaan, dat we een halve eenheid naar boven moeten gaan om terug op die rechte te belanden. Maar zijn we daar zeker van? Ik weet het niet. Laat ons eens kijken, als we nu twee eenheden naar rechts gaan, hoeveel eenheden moeten we dan naar boven gaan? Wel, dan moeten we exact één eenheid naar boven gaan. Dat is wel duidelijk afleesbaar. Dus bij een horizontale uitwerking van 2 hoort een verticale uitwerking van 1. Hoe rekenen we dan nu om naar de juiste waarde voor m, de juiste waarde voor de richtingscoëfficiënt? Wel,
We gaan twee eenheden naar rechts en we gaan één eenheid naar boven. Ja, als we twee eenheden naar rechts gaan en eentje naar boven, dat wil zeggen dat als we eentje naar rechts gaan, dat we een halve eenheid naar boven gaan. Vergelijk het met het volgende voorbeeld. Twee appels kosten 1 euro, dan kost één appel een halve euro. Dat is juist hetzelfde principe. Dus onze RICO, onze richtingscoëfficiënt, is dus in dit geval 1 tweede. We kennen Q, Q is min 2. We kennen M, M is 1 tweede. Dus we kunnen ons functievoorschrift gaan opstellen. Fx is namelijk gelijk aan 1 tweede x min 2. Nog een voorbeeld. Het is een schuine rechte, dus opnieuw een eerste graadsfunctie. We gaan eerst op zoek naar de waarde voor q. Dat heeft te maken met het snijpunt met de y-as. 0, 1 zijn de coördinaten van het snijpunt met de y-as. Dus die 1 is onze q-waarde. Ik schrijf dat ook op. Q is gelijk aan 1. En dan zoeken we de m-waarde, onze richtingscoëfficiënt. Ook hier, stel dat je vanuit een willekeurig punt één eenheid naar rechts gaat. Bijvoorbeeld vanuit het snijpen met de y-as eentje naar rechts. Dan is het moeilijk afleesbaar hoeveel eenheden dat je in dit geval naar onder moet gaan. Maar wanneer je twee eenheden naar rechts gaat, dan kan je heel duidelijk zien dat je drie eenheden naar onder moet gaan om terug op je rechte te belanden. Dus ik ben twee eenheden naar rechts gegaan en dan moet ik drie eenheden naar beneden gaan om terug op die rechte te belanden. Hoe moeten we dan nu omrekenen naar de juiste richtingscoëfficiënt? Wel, twee eenheden naar rechts correspondeert met drie eenheden naar onder. Dat wil zeggen dat als ik één eenheid naar rechts ga, dat ik drie tweede eenheden naar onder moet gaan om terug op die rechte te belanden. Dus mijn richtingscoëfficiënt is in dit geval, let op, min drie tweede. Waarom min drie tweede? Omdat ik te maken heb met een dalende rechte. Ik moet naar onder om terug op die rechte te belanden. We kennen Q, we kennen M. Dus opnieuw zoals daarnet vullen we m en q in de functie, het functievoorschrift fx is mx plus q. Dus krijgen we fx is min 3 tweede x plus 1.